trieste dag vandaag. We gaan onze Biva winkel sluiten. Drie jaar hebben we het volgehouden, maar het is gewoon niet heel makkelijk om een winkel te draaien. De hoop was dat we hier alle Biva producten van de pindasaus tot de mango's en alles konden verkopen. Maar het vinden van betrouwbare werknemers en iemand die initiatief toont. En we hebben gewoon heel wat uitdagingen gehad in het winkeltje. En nu na drie jaar hebben we besloten om hem toch maar te sluiten. Want het geeft meer hoofdpijn dan dat het inkomsten brengt. Gelukkig hebben we een hoop hulp en alles kan verteld worden. Dan gaat het richting mijn huis. Daar heb ik ook een klein winkeltje. En dan kunnen we het alsnog allemaal daar verkopen. Ja, heel jammer. Maar goed, soms moet je dit soort keuzes maken. Is toch schattig, hè? Van het weekend zijn er 10 nieuwe biggetjes geboren. En dat is voor ons natuurlijk hartstikke leuk, maar op dit moment ook een beetje een uitdaging. Want we merken dat de verkoop van damesbiggen niet optimaal is. Men wil vooral gecastreerde mannetjes. Deze is allesbehalve gecastreerd. Die wipte hier lekker op los met alle dames die we hebben. Maar zo blijven we hier dus met een overvloed aan kleine dametjes zitten op de boerderij. Die we wel moeten voeden. Wat ook weer een hoop geld kost. Maar die we niet aan de man kwijt kunnen. Dus daar moeten we nog even een oplossing voor zoeken. Gelukkig is er na regen altijd zonneschijn. En dat betekent na alle heftige regen van gisteren dat we flink aan de slag moeten op de boerderij om alle zaden nu te kunnen planten. Hier zijn Annette en Jaja Rosa druk in de weer. We are going to plant what? Onions, uien. Dus en het ziet er allemaal weer lekker groen uit. De boerderij ligt er weer mooi bij. Hier zijn de mango's die goed groeien. En gisteren hebben ze denk ik de green pepper geplant. Dus nu hopen dat na deze zonneschijn ook weer een beetje regent.